was niet per se een heel leuke tijd in die fase waar we het over spraken, dat er ook gepest werd. Ja. En op een gegeven moment is dat hoofdstuk ook weer achter de rug. Ja, ik ging ook van school af. Ja. Omdat ik dus in die soap terecht kwam. We hebben het over de GTST voor de mensen die het zich niet mm-hmm. meer goed herinneren. In die tijd enorm populair. Het was toen echt heftig, ja. Ja. Nou, dat is interessant dat je het woord heftig gebruikt. Wat maakt het heftig? Je kon niet meer over straat eigenlijk. Nee? Dat is heel gek. En ik kan me voorstellen dat je mentaal echt wel opgewassen moet zijn tegen die dat enorme... Wat is het? Een soort circus rond zo'n programma. Was je dat ook echt? Nou ja, ik vond ook echt heel veel leuk. Dus ik genoot er ook van. Maar je onthoudt, dat is dan des mens, denk ik, natuurlijk altijd de lelijke dingen. Mm. Hè? Als 10 mensen zeggen, oh, ik vind het zo leuk wat je doet. En de 11e, die vindt het allemaal maar bagger en die vindt je stom en lelijk. Ja. En dat zit in je hoofd. Ja. Dat is gewoon heftig. Het ging onder je huid zitten. Ja, ja, je moet daar niet in gaan geloven. Maar je moet dan dus ook wel heel sterk zijn om je goed te blijven voelen. En dat... Vond ik heel lastig. Je hebt een post geplaatst dat je een eetstoornis had. Was in deze periode? Was in deze periode. Ja. Ook al daarvoor, maar dat was natuurlijk woesh. Dat werd een soort houvast. Omdat ik daar wel de controle had. Mm-hmm. Of dacht te hebben. Want uiteindelijk maken die eetstoornissen je blaasjes wijs natuurlijk. En zit er iets in je hoofd wat echt een hele slechte raadgever is. Ja. Maar het was wel mijn manier om... Misschien met al die emoties te dealen en nog iets van mezelf te hebben. Of... Het is een vies beestje, hoor. Het is heel moeilijk om dat te analyseren. Iedereen heeft daar ook daarin weer echt zijn eigen traject. Ja. Maar ik denk dat het voor mij tegenwicht gaf aan de hardheid van het leven. En op welke momenten kwam dat vooral tot uiting? Was dat bijvoorbeeld na een uitzending? Of was dat als je op een drukke plek was geweest met heel veel mensen? Ik denk als je echt, echt zo ziek bent, dan is het er 24/7. Mm-hmm. En dan kan je er op sommige momenten kan je daar tegen wapenen, omdat je ook heel goed leert om een façade op te trekken. Ja. En op andere momenten... thuis komt het er dan in alle heftigheid uit. Ja. Maar het is niet iets wat je kunt parkeren. Het is daar. Hmm. Totdat je heel hard werkt en heel veel geduld hebt. En totdat je liefde aan jezelf leert geven. Dan kan het zachter worden. Dat is fascinerend wat je nu zegt. Want daarmee suggereer je dat je daarvoor niet zo goed was in het geven van liefde aan jezelf. Nee, ik was wel hard voor mezelf, ja. En wat zei je dan tegen jezelf? Of wat vond je van jezelf? Waaruit bleek dat? Dat is zeker ook hetgene pakketje van alles perfect willen doen. Mm-hmm. En bang zijn om te falen. En rigide zijn in dingen van hoe het dan allemaal moet gebeuren. En als het niet volgens plan ging, dan... Was je daarvan in de war? Dus ik tikte wel de vakjes aan van mensen die gevoelig zijn om een eetstoornis te krijgen. Had iemand door dat jij een eetstoornis had? Ja. Wie dan? Wel mensen in mijn familie, mijn vriendje destijds. En ook de mensen van de soap, die hebben mij veel ruimte gegeven. Die hebben daar eigenlijk heel goed zijn ze daarmee omgegaan. Maar als je er middenin zit, is het zo'n precair en kwetsbaar proces. Het is zo intiem. Ik vond het toen ook, en zeker als je dan bekend bent, heel belangrijk dat niet te veel mensen dat wisten. Nee. Want ik wilde niet dat ze anders naar mij gingen kijken of dat ze op mij gingen letten. Of... Maar je wilde ook niet kwetsbaar zijn? Nou, ik was heel gekozen kwetsbaar. Mm-hmm. Wat houdt het in? Dat ik dus wel mensen had waarbij ik dat wel kon
kon zeggen, kon aangeven, waar ik daarmee over kon praten. Maar zeker niet bij... bij het grote publiek. Nee, dat al helemaal niet. Maar ook gewoon niet op de werkvloer. Want je moet ook gewoon werken, je moet ook gewoon presteren. En dat heeft mij altijd wel ook opgelift. Dat werk is altijd echt mijn voeding geweest. Zo van brandstof eigenlijk, om door te gaan. Ja.